Forum voor Democratie, dat stond op 2 zetels, als ik het me goed herinner. Ja, 21 ging verliezen aan de BBB, want dat is natuurlijk ook een beetje een uitruil tussen die rechtse partijtjes. Kaag, natuurlijk, Kaag die moet haar electorale plichten vervullen. En natuurlijk een D66-strategie uitzetten, maar ik maak me. Het zal wel zo zijn. En de regeringscoalitie zal in de Eerste Kamer hebben ze nu al geen meerderheid. En die zullen ze in de Nieuwe Kamer ook wel niet hebben. En dan zullen ze met de linkse wolk een deal moeten sluiten. De linkse wolk vond het trouwens best prettig om linkse wolk te worden. Dat ze, precies, dat ze zijn eigenlijk. Maar goed, nu zie ik dus dat iedere partij kiest een soort van opponent uit. Ja, precies. Waardoor natuurlijk het verschijnsel op zichzelf zo verward wordt dat het weinig effect zal sorteren. Ja. Ik begreep eigenlijk dat de VVD-campagne ook niet bijster veel effect sorteerde. Nee, maar Kaag zegt van we hebben nu allemaal partijen die eigenlijk niet durven om een keuze te maken. En deze rechtse partijen die hebben geen oplossing en dan worden de problemen alleen maar groter. Ja, maar goed, je weet dat ze niet gaan meeregeren. Ja. Ze hebben een stem in de Eerste Kamer, maar uiteindelijk is hun politieke betekenis is beperkt. Maar is dit nou slim dat ze zeg maar de vijand aan de andere kant van ik de politieke... Ik heb geen idee. Ik vond al die verkiezingsstrategieën die mij in de krant zijn uitgelegd nogal kinderachtig, eerlijk gezegd. Oké. Maak duidelijk wat jouw wensen zijn. Ja. En stop met bangmakerij. Ja. Maar vind je wel dat Kaag tot nu toe, hè, wat ze nu... Ja, ik vind Kaag een hele competente dame. Ja? Een intelligente, beschaafde vrouw. Oké. En vind je ook dat ze politiek gezien wat kan? Ja, ze was een winnaar bij de vorige verkiezingen. Weliswaar viel de winst uiteindelijk, toen alles geteld was, dan een beetje tegen. Maar ze was wel de winnaar. Ze is wel minister van Financiën. Ja. Dat was Hoekstra, dat is die niet meer. Nee. Dus ja, je ziet het, telt wel. Dus jouw strategische stem heeft goed geworden? Of dat nou mijn stem was? Nee, dat denk ik nou ook weer niet. Nee. Ik denk wel dat mijn type van stem, dat meer voor is gekomen bij die. En dat dat iets te maken heeft met die toen gunstig huislag voor D66. Ja, dat denk ik wel. Ja. Dus dat is een vrij simpele overweging. Dan tenminste nog enig progressief geluid in dat kabinet zit. Ja. Dat is natuurlijk al een vrij sleetse club, eerlijk gezegd. Ja.